Een van de zenuwen die een grotere extensie heeft en zich in ons lichaam bevindt, is de heupzenuw. Het strekt zich uit van de lumbale zone, door de benen en eindigt in de punt van de voet. De bewegingen met onze ledematen worden door deze zenuw gestuurd. Dit maakt het een van de belangrijkste zenuwen in het menselijk lichaam. Wanneer iets het beïnvloedt, veroorzaakt het een brandend en tintelend gevoel samen met een scherpe pijn. Wanneer de pijn langer aanhoudt en u deze niet behandelt, kunt u zich niet goed bewegen. Een medische behandeling is urgent. Maar toch, gaan we je hier een natuurlijke remedie voorstellen, genaamd knoflookmelk. Het zal je helpen om de vreselijke pijn voor altijd te elimineren. Deze remedie is de oplossing voor pijn. De remedie is volledig natuurlijk en u kunt hem gemakkelijk bereiden. De naam, knoflookmelk, zal u waarschijnlijk in verwarring brengen, maar we kunnen u verzekeren dat het geweldige eigenschappen bezit die u zullen helpen tegen de pijn en de ontsteking. U moet het gewoon constant gebruiken. Bekijk het recept. Ingrediënten, 1 kop rijst of amandelmelk, 5 teentjes knoflook, honing. Voorbereiding, neem eerst de teentjes knoflook en verwijder de schil. Vermal ze dan om een knoflookpuree te maken. De pasta moet worden gecombineerd met plantaardige melk. Voeg de honing aan het eind toe. Meng alles goed om een homogene substantie te verkrijgen. Gebruik, dit is een remedie die u warm of koud kunt nemen. Neem elke dag 200 tot 250 ml van deze knoflookmelk. U kunt het in 2 delen verdelen. Knoflookmelk is rijk aan vitamine C, A, B2, B1 en B6, evenals mineralen zoals mangaan, kalium, koper, fosfor, selenium, zink, calcium en talrijke enzymen, eiwitten, antioxidanten en flavonoïden. Het is ook verbazingwekkend tegen hoest, hoog cholesterolgehalte, astma, een verbeterd immuunsysteem en leververvetting.